Hallo, ik ben Menno van Waltrip Menno en ik vind het ontzettend leuk dat je naar een van mijn video's kijkt. Laten we snel beginnen. Deze video gaat over verticale doorsneden van een landschap. In deze video ga ik laten zien hoe je de verticale doorsneden van een landschap kunt tekenen en ik ga het uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Het voorbeeld zie je hier staan. Het voorbeeld gaat over de kaart die je hier aan de rechterkant ziet. Dit is een hoogtekaart en op die hoogtekaart zie je twee punten. Het punt A en het punt B. En tussen die twee punten hebben we in het rood een lijn getekend. Op de hoogtekaart zijn de hoogtes in meters. En de opdracht is: teken de verticale doorsnede van het landschap van punt A naar punt B. Dus van A naar B loopt een rode lijn. En we gaan die rode lijn volgen. En dan gaan we bij de rode lijn de verticale doorsnede van het landschap tekenen. Hoe kun je dat doen? Het is eerst handig om even te weten wat een verticale doorsnede precies is. Een verticale doorsnede is eigenlijk een grafiek waarin je aangeeft wat de hoogte is als je van A naar B loopt. Dus we gaan van A naar B lopen en dan gaan we gewoon steeds kijken wat is op iedere plek de hoogte. Dan tekenen we dus een verticale doorsnede en dan krijg je dus een soort grafiek. Hoe kun je nu de verticale doorsnede tekenen? Nou, eerst wat je even moet doen, is dit plaatje even een beetje draaien, op deze manier, zodat de lijn van A naar B precies horizontaal ligt. En dan pak je je schrift erbij, hier zie je een stukje van mijn ruitjespapier, en nu gaan we de verticale doorsnede tekenen. Nou, eerst maak je even een horizontale as, die zie je hier onderaan. En let op, die horizontale as is net zo lang als de lijn van A naar B. Dan maak je een verticale as, en die verticale as die gaat over de hoogte. En de grootte van de verticale as, die wordt bepaald door de getallen die je op de hoogtekaart ziet. Nou, wat zie je? Nou, de laagste hoogte is 300 en de hoogste is 400. Verder zie je, we doen stapjes van 25, dus dan weten we ook hoe we de verticale as moeten indelen. We beginnen dus bij 300, we eindigen bij 400 en we doen stapjes van 25. En denk eraan, aan het begin maak je een scheurlijn, want je slaat het stukje vanaf 0 tot 300 over. Dan hebben we dus de verticale as. En geef even aan, die gaat over de hoogte in meters. Nou, nu gaan we de verticale doorsneden tekenen. Hoe kun je dat doen? Nou, je gaat eerst even terug naar de kaart. En dan ga je even over de rode lijn van A naar B lopen. En iedere keer dat de rode lijn door een hoogtelijn heen gaat, zet je even een klein stipje. Dus we beginnen in A. En bij A ga je door de hoogtelijn van 325. Dus hier komt een klein stipje. Dan zie je dat je hier. Door de hoogtelijn van 350 gaat. Dus daar zetten we ook een klein stipje. Nou, dan ga je hier weer door een hoogtelijn, daar komt ook een stipje. En zo zet je overal een stipje waar de lijn door een hoogtelijn heen gaat. Je krijgt dan al deze stipjes. En nu gaan we bij ieder stipje het bijbehorende punt in ons assenstelsel tekenen. Hoe pak je dat aan? We nou, beginnen aan het begin. En hier zie je het stipje bij het punt A. En die zit op een hoogte van 325. Dan ga je vanuit A een verticale stippellijn tekenen naar je assenstelsel en je maakt hem net zo lang totdat je uitkomt bij 325. Dus dan krijg je dit: je tekent een stippellijntje vanaf dit punt helemaal rechtdoor naar beneden en je stopt bij 325, want dat is de hoogte in A. Je gaat dan hetzelfde doen bij het volgende punt, maar daar is de hoogte 350. Dus vanaf hier teken je dan een stippellijn tot 350. Nou, hier is de hoogte 375. Dus vanaf hier teken je een verticale stippellijn naar 375. En dit ga je bij alle punten doen. Dat is dus heel veel werk. En als je dat netjes doet met je geodriehoek, dan krijg je uiteindelijk deze stipjes. Nou, we hebben nu al die stipjes gevonden. En even belangrijk, aan het begin zit punt A en aan het einde zit punt B. Dus je moet nog even aangeven, hier zit A en daar zit B. Nou, nu gaan we deze stipjes met elkaar verbinden. En je doet dat niet door rechte lijnen te tekenen, maar je verbindt ze op een vloeiend kromme manier. Dus je gaat gewoon vanuit de losse pols al deze stipjes met elkaar verbinden en dan krijg je ongeveer deze tekening. Nou, dit is dus onze verticale doorsnede en die loopt dus door tot aan het punt B. Het punt B is het eindpunt en als B het eindpunt is, dan geef je dat nog even op deze manier aan. Dus je tekent even aan het einde van je horizontale as een verticale lijn omhoog naar B. Nou, nu kun je het stuk onder deze verticale doorsnede nog even arceren. Dus je arseert hem zo eventjes met bijvoorbeeld een lichtblauwe kleur, en dan is de tekening helemaal perfect. Dus wat hebben we gezien? Nou, eigenlijk is het tekenen van zo'n verticale doorsnede helemaal niet zo ingewikkeld. Het is vooral heel veel werk. Eerst ga je dus de tekening draaien, zodat AB precies horizontaal ligt. Dan maak je je assenstelsel en dan ga je in de tekening bij iedere hoogtelijn een stipje zetten. Al die stipjes die teken je dan uiteindelijk in je assenstelsel en teken ook even steeds zo'n stippellijntje erbij, want daarmee geef je aan over welk punt het gaat. Al die punten ga je op een vloeiend kromme manier met elkaar verbinden en geef ook even aan, A zit aan het begin en B zit aan het einde. Dan kun je het gebied hieronder nog even arceren en dan is de tekening helemaal perfect. En op deze manier kun je dus een verticale doorsnede tekenen. Wat ontzettend leuk dat je naar deze video hebt gekeken. Vond je dit nu een handige video? Klik dan even hier om te abonneren op mijn kanaal en klik even hier voor alle andere video's over dit hoofdstuk. En dan zie ik je heel graag snel weer terug bij de volgende video van Mat met Menno.